Ja, dat is wel even schrikken. U dacht natuurlijk dat het is beter. Ik ben even strijden tussen een heel koninklijk gezelschap, kun je wel zeggen. Leek mij leuk om zo de eerste show nog een beetje te beginnen met iedereen die we een beetje bekende mensen die we het komende seizoen gaan bezoeken. Om die hier vast in Madame Tussaud al een beetje het idee te krijgen van hoe zien ze er ook alweer uit. Dus de meest bekende mensen staan hier allemaal. We hebben ze wel gezien, oude Willemien en het hele spul staat daar. Hier bijvoorbeeld, Linda de Mol. Linda de Mol, nog niet in verwachting natuurlijk. Kijk hier even, Gordon. Ik ben het zelf. Ja, ik ben het kijken. Ik zie hier eens Gerard, Gerard van der Zijde van Thuis Mij. Ja. Ik ben hier even aan het rondkijken in verband met het nieuwe seizoen. Omdat we natuurlijk hier van alles, al dit soort mensen komen allemaal bij ons natuurlijk. Ja, die sterren, ja. U staat hier zelf, u staat hier wel, maar ik bedoel, staat u hier ook in... Nee, nog niet, maar ze staan er wel van plan. Oh. Ja, ze zijn natuurlijk aan het verzamelen natuurlijk. Ja, ze willen zoveel mogelijk bekende Nederlanders hebben. Ja. U hebt al rondgekeken, u hebt al bekende mensen. Nou, ik ben net bezig, misschien wilt u wel even misschien mee. Misschien leuk om even voor u ook, om dan te kijken wie het allemaal zijn. Nou, deze kennen, die is heel bekend natuurlijk, hè. Die hebben u ook heel veel mee gedaan, hè. Ja. Wat hebben jullie hier allemaal mee gedaan? Nou, ja, Wil ik? We hebben er allemaal veel mee gedaan natuurlijk met Wil, hè? Wil? Dat weet Wil ook nog wel. Ja, ze is wel een mooie jurk aan. Ze ziet er perfect uit. Die hebben deze. Deze is ook heel bekend. Die kennen u ook waarschijnlijk wel. Brandsteden. Sprekend is hem, hè? Ja, sprekend. Ongelooflijk. Twee druppels water. In werkelijkheid ziet hij er slechter uit. Ja. Hij lijkt wat jonger, hè? Ja, hij lacht ook, hè? Hij lacht ook. Vuile, vieze, lange terwijl. Maar rent toch ook, zonder dat je beneden kunt staan. Het lijkt mij het beste, we hebben een beetje rondgekeken om te kijken waar u moet staan. Ja. Dat we nu even naar het atelier gaan om te kijken wat we er... Want u moet wel goed lijken, u ziet, het lijkt allemaal. Het is de bedoeling dat we u ook zo sprekend mogelijk hier tussen krijgen natuurlijk. Ja. Loopt u even mee naar het atelier? Vindt u niet vervelend? Ja. Komt u maar hoor. Als we hier even willen gaan zitten, dan maak ik wat opnames voor u voor de, dat we het goed kunnen vergelijken. Ja. Of wat het moet natuurlijk lijken, dat is natuurlijk logisch, hè? Ik heb daar een speciale apparatuur voor, dat begrijp u wel. Dat is niet zomaar... Want deze foto is bindend, toch? Deze foto is bindend. Zoals u er nu uitziet, dit wordt hem. Het gaat vooral om de poriën, hè? De poriën zijn belangrijk. Hè? Als de poriën niet goed zijn, dan lijkt niks, hè? Dat begrijpt u ook wel. Misschien uw oren even. De buis van Stagius goed hebben. De buizen van En de andere, een tweede zaaltje. Nee, niemand heeft tweede zaal de buizen van de Stagius. Zo, wil u even lachen? Prachtig. Geweldig. Moet u eens luisteren. U weet de mate waarschijnlijk niet uit uw hoofd, hè? Wilt u zich helemaal uitkleden? Nee. Nee, mijn hoofd is toch voor de... Wacht even hoor. Moet u het natuurlijk zuiver nemen. Nou. Ja, lukt het? 1,37, dat is een flinke bolus. Dat is een flinke bolus. Die u daar legt. Ik heb hier een pennetje. Ik kan het natuurlijk nooit allemaal onthouden. Dan wordt het zeker zo'n hoofd. Zeg u? Dan wordt het zo'n hoofd zeker. Nee, dat is... grote maat. Jammer dat u die nou ziet, want dat is... Dat is een verrassing. Jammer dat u ziet. Kijk, dit is Viola Holt. Dus de rest, we zijn aan het sparen voor de rest van de was, dat begrijp u wel, hè? Er gaat heel wat was in zitten in die violenholt, dat weet u wel, hè? Ze is ook holt van binnen, hè? Wat zei ik? 137 hadden we. 137 bovenmaat. Is het voor of na de operatie? Dit is na de... Daarom moesten we het helemaal opnieuw, hè? Er moest allemaal was afgesneden worden. We hadden er heel goed lijkend. En nu even kijken waar ik de spullen heb. Ja. Hier heb ik de spullen al. Ik heb natuurlijk huiswerk gedaan, dus ik heb al een beginmodel gemaakt. Wij vonden het leuk als u zo komt te staan. Ja. Nou gaat het erom dat we vooral uw neus, dat we die in dezelfde vorm krijgen als de rest natuurlijk. Dat begrijp u wel. Het moet heel precies werken. Dat, vindt u het vervelend om zo'n half uurtje te blijven zitten? Maak ik daar een foto van. Het is even voor de... Securité, hè? Ja? Nog een neusje erbij. Het is voor een vorm, hè? Zie je? Dan zit hij erin en dan gieten wij hem na. En dan hebben we exact dezelfde hebben we dan hier staan. Geweldig, hè? Ja, het is een heel systeem, hè? Het is niet zo eenvoudig, dat begrijp je wel, hè? Nee.
Het is voor een idee natuurlijk. U moet nog een keer terugkomen. Hij is nog niet helemaal klaar. Hoe vindt u het? Zegt u zelf van nou, ik wil iets veranderd hebben. Ik wil liever zitten of liever staan. U kan ook liggen. U kan ook lekker liggen zelf, wat u wil. Het figuur is hetzelfde. Wel tevreden? Komt absoluut overeen. Ja. Dan zijn we blij dat we u daar, dat u uw toestemming hebben. Ik denk dat we, nou, ik denk toch wel dat we 20 minuten nodig hebben om het helemaal af te krijgen. Ja. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor u mee. U krijgt natuurlijk van ons een uitnodiging, dat begrijpen we wel, voor de opening. We hopen dat u daarbij aanwezig was. Ja, heel graag. Nee, maar dan de show. Natuurlijk, wij vinden het ook een eer dat u, u bij ons wil staan. Ja, heel graag. Nou, graag was dit het? Oké. Okay. Ik zou zeggen, meneer Hazes, veel plezier verder. Tot ziens. Aardig man. André Hazes. Laat hem rust. Ah. Abba. Bart de Graaf.